Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een beetje een wisselend beeld boven Nederland met wolkensluiers, maar ook plaatsen waar de zon fel schijnt en ook plaatsen waar wat lage bewolking voorkomt. Maar neerslag is niet aan de orde. We zien in het zuiden de bewolking langzaam wel wat dikker worden. maar Er is nog steeds ruimte voor de zon. Met vanochtend temperaturen tussen min 2 en min 7. Vanmiddag blijft het vriezen in het noorden, min 3. In het zuiden komt de temperatuur rond het vriespunt. En misschien dat er laat in de middag een vlokje sneeuw valt. Vooral in Zeeland en mogelijk ook in Limburg. Die neerslag breidt zich vanavond heel voorzichtig wat uit. Maar duurt tot middernacht voordat die ook echt het midden van het land bereikt heeft. Bovendien wordt het minder qua intensiteit. In het zuiden kan plaatselijk 1 tot 4 centimeter vallen. Morgen, dan nog steeds wat gepruttel van sneeuw, maar het wordt geleidelijk droog met weer zon erbij. Temperaturen klimmen in het zuiden naar plus 3 of plus 4. In het noorden blijft het net vriezen. En we houden ook nog steeds die oostenwind. Voorzichtig begint de wind dan te draaien naar een zuidelijke richting en stroomt zachtere lucht het land in. Zondag plus 3 tot plus 9 met af en toe wat regen, misschien ook nog wat natte sneeuw. En plaatselijk is ijzel niet uitgesloten. Daarna eh, nog wat regen, maar die temperatuur echt boven nul.